Ons laatste adresje in de Johannes Verhulststraat is nummer 37. En daar woonde Eduard van Beinum toen hij uiteindelijk chefdirigent is geworden. Of eerste dirigent, zoals dat toen heette. Dus na de Tweede Wereldoorlog is Mengelberg niet teruggekeerd. En Eduard van Beinum was al assistent, dirigent, tweede dirigent. En is op dat moment na de oorlog chefdirigent geworden. Van Beinum is, behalve bij ons orkest, later ook in Londen, bij het London Philharmonic Orchestra, is hij chef-dirigent geworden. En ook in Los Angeles heeft hij heel veel gedirigeerd. Totdat hij was zwaar hartpatiënt. Er bestaat nog een filmopname, ik dacht van de derde symfonie van Beethoven, waar je tussen de twee delen Eduard van Beinum deze ziet maken. Hij pakt een pilletje dat hij even onder zijn tong legt. Zware hartpatiënt en dat is hem uiteindelijk ook fataal geworden. Op 13 april 1959 was er een repetitie met het orkest en ze zouden iets repeteren. Ze hadden 's avonds een concert waar ze bekend repertoire zouden spelen, maar verderop in de week een concert met nieuw repertoire. En er was eigenlijk de gewoonte altijd om dan een beetje voor vanavond nog te repeteren, maar het meeste voor de rest van de week. En dat bekende repertoire dat bestond ook uit de eerste symfonie van Brahms. Maar al heel snel op de repetitie zei Van Beinum, laten we Brahms doen. En iedereen vond dat al een beetje vreemd. En hij begon te dirigeren en hij trilde nogal met zijn handen. En toen zei hij, als ik vanavond ook zo tril, dan moeten jullie maar niet naar mij kijken hoor, let daar maar niet op. En in de eerste symfonie van Brahms, daar zit een hele beroemde mooie hobo-solo in. En het schijnt dat Van Beinum ooit gezegd heeft tegen de eerste hoboïst, als je dat nog één keer zo speelt, dan blijf ik erin. En toen even later gebeurde waar iedereen al bang voor was, hij zakte in elkaar en is op het podium overleden. En vlak voordat dat gebeurde, heeft hij nog gezegd, roep Bart. Dat waren zijn laatste woorden. En Bart was zijn zoon en die speelde altviool in het orkest. Die zat dus vlak voor hem. En zo is Eduard van Beinum aan zijn eind gekomen. En dat is natuurlijk een traumatische gebeurtenis geweest in de historie van ons orkest. Ik heb ook plakboeken gezien van mijn oude leraar die daar ook bij was, Jan Labordes. En daar zie je alle krantenberichten in. En dat is echt een ongelooflijke heftige gebeurtenis geweest. Ook in een tijd natuurlijk, geen mobiele telefoons. Dus voordat er echt hulp ter plekke was, heeft dat ook te lang geduurd. Misschien heeft dat niets uitgemaakt, dat weet ik niet. Maar in een hele andere tijd en dan zo'n gebeurtenis, dat heeft diepe impact gemaakt. Eduard van Beinum. Op de hoek, Jacob Obrechtstraat 51, dan zien we het pand waar heel lang het kantoor van ons orkest heeft gezeten. Zoals ik al eerder vertelde, in het begin was het één organisatie, het gebouw en het orkest. En na de Tweede Wereldoorlog is dat gaan borrelen en gisten en uiteindelijk in 1952 zijn we gescheiden van elkaar en zijn er twee verschillende organisaties geworden. En huren wij dus bijvoorbeeld ook nu de zaal als wij die nodig hebben. Niet direct na 1952, maar vanaf 1955 heeft het kantoor hier zijn plek gevonden. En wel tot begin 2019. Het was de bedoeling dat er op een andere plek, daar komen we zo nog langs, een nieuw kantoor zou komen. En dat was de bedoeling dat dat met het 130-jarig bestaan van het orkest het nieuwe kantoor ook zou worden geopend. Maar dat is net niet gelukt. Dat was natuurlijk in 2018, november. Maar pas in januari 19 is de daadwerkelijke verhuizing heeft plaatsgevonden. Dit pand
Nadat het orkest hier vertrokken is, had Dirk Wiersum, de advocaat Dirk Wiersum, hier zijn kantoor. En toen hij doodgeschoten is in 2019, in de dagen daarna, ontstond hier een enorme bloemenzee voor de deur ter nagedachtenis aan hem. En nog een klein detail op het pand, op het hoekje, daar zien we een paar steentjes in een beetje vreemde vorm. En dat moet een vogeltje voorstellen en dat is in de stijl van de Amsterdamse school. Daarom is dat daar zo gemaakt. Verderop in de Obrechtstraat, op nummer 64, op 3 hoog, woonde Frida Belinfante. En wie was Frida Belinfante? Zij was een celliste en is later ook gaan dirigeren. Ze kwam uit een muzikaal gezin. En toen ze is gaan dirigeren, heeft ze bijvoorbeeld het studentenorkest Zweling gedirigeerd. Wat nog steeds bestaat. Zij had het als vrouw natuurlijk moeilijk in de klassieke muziekbusiness. En ze was ook nog homoseksueel. En daardoor werd het allemaal heel ingewikkeld. Ze is wel getrouwd geweest met een fluitist. En later heeft ze een verhouding gehad met Henriette Bosmans, componiste, pianiste ook. Maar het was niet makkelijk voor haar. En toen is de oorlog uitgebroken. En toen heeft ze zich hevig in het verzet gestort. En ze is bijvoorbeeld maakte zij onderdeel uit van de groep die de aanslag op het bevolkingsregister heeft gepleegd. Uiteindelijk, toen die aanslag werd gepleegd, mocht ze niet mee van de leider, van Gerrit van der Veen. En zij is op het dak gaan kijken en ze heeft zeg maar dat vuur van de ontploffingen van de aanslag heeft zij hier vandaan gezien. En na die aanslag is ze gevlucht naar Zwitserland. Met een barre tocht is dat geweest. En uiteindelijk is ze in een ergens terechtgekomen en heeft ze weer een cello tot haar beschikking gekregen. En dat was eigenlijk haar kans om de oorlog te overleven. Na de oorlog is ze weer teruggekomen in Amsterdam, maar heeft ze haar plek niet kunnen vinden in het Amsterdamse muziekleven. En toen is ze geëmigreerd naar Amerika, Californië. En daar werd ze de eerste vrouwelijke dirigent van een professioneel orkest. En dat heeft ze heel lang gedaan, maar ze is altijd tegengewerkt door de manager van het Los Angeles Philharmonic Orchestra. En uiteindelijk is ze daar ook aan onderdoor gegaan. Toen heeft ze nog jarenlang een muziekschool opgezet. En dat is eigenlijk het einde van haar levensverhaal. Ze is ook in Amerika overleden. Maar hier is het allemaal begonnen.